Ja, dit is het verhaal van de leguaan die 's morgens bij het ontbijt komt. Wat eet de leguaan? De leguaan is vegetariër. Hij is gek op een boterham met pindakaas. Een worteltje is hij helemaal dol op. En wat doet hij? Hij komt elke ochtend gezellig ontbijten bij ons. Hij leeft tussen die planten die daar beneden naar de zee toe lopen. En dan komen ze zo regelmatig bij ons in de tuin. Ik zal laten zien hoe dat nou gaat met onze leguaan en zijn pindakaas. Hier is zijn pindakaas. Zie je? Oh, kijk eens. Nou. Hij loopt niet, verdomme. Ja, hij loopt wel. Pindakaas. Pindakaas is hij dus dol op. Hij is 2 jaar geleden bij ons aankomen lopen. Het liefste zit hij bij ons. Hier, gooi nog wat worteltjes. Zie je het? Hij komt graag, komt hij bij ons zitten. Hij is aan onze stemmen gewend. En dan, ja, mijn hand vindt hij prachtig, dat zie je. Alleen je moet uitkijken. Hij heeft wel geen wortel, geen tanden. Maar je ziet een hele grote bek. En dan een beetje schaafachtig, zaagachtig tandjes. Nou, hier gaat hij nog een keer met zijn pindakaas, meneer Pindakaas. En het lekkerste vinden ze dikke boter. Dikke boter en pindakaas. Ik moet uitkijken, want je ziet op mijn hand zitten al krassen. Ze springen met die lange nagels, springen ze op mijn hand af. Voor hun bek ben ik niet zo bang, want ze zijn vegetariër. Maar die poten, daar zitten ze mee in het vel, dus daar moet ik mee uitkijken.